En dan nu? Hallo kijkers. Eind februari viel bij mij in de brievenbus in de Vonkstraat in Nijmegen-Oost deze krant in de bus. En die gaat over de glasvezelnet wat ze daar willen aanbrengen. En daarvoor hebben ze ambassadeurs gezocht in de wijk. En volgens deze krant mag de gemeente dit glasvezelnetwerk niet aanleggen. Maar moet dat op initiatief van bewoners gebeuren in samenwerking met twee providers. KPN en XMS. Waarom mag Joost weten? En dan lees ik die krant en denk van god wat leuk. Voor 9 maart moest ik beslissen of ik dat wilde of niet. Dus ik had ongeveer 10 dagen de tijd om erover na te denken. Om een duurder abonnement te nemen op deze glasvezelkap. En die is volgens deze krant fantastisch geweldig. En alles gaat super snel en je kunt hele grote bestanden versturen. Nou, leer eerst eens eventjes bestanden verkleinen zou ik zeggen. Dat is altijd handig. Het scheelt je een hoop gedoe. En het meest bijzondere aan dit hele verhaal vond ik hier, wat ik laat zien, dit stukje van Agnes Leeuwen. Ik citeer, bewoners aan het woord. Agnes Leeuwen, archivaris en Gelderse statenlid, woont in de Van Beethovenstraat. Dagelijks stuur en ontvang ik grote bestanden. Met glasvezel ga ik dus tijd winnen. Verder verwacht ik dat ik door meerdere abonnementen te combineren kosten zal besparen. Een goed idee in deze tijden van crisis. Dat is alleen maar een verwachting. Dat is niet duidelijk dat dat zo is. Ook de betrouwbaarheid van glasvezel is belangrijk voor mij. Ik sta er niet eens meer bij stil hoe vaak ik internet gebruik. Dat is haar probleem. Maar dan komt het. Het is bijna als water en elektriciteit. Het wordt een basisbehoefte. Ja, het staat hier echt hoor. Basisbehoefte. Sorry hoor. Ik heb me niet opgegeven voor dit abonnement. Leg die glasvezel maar lekker aan. En dan kijk ik wel eens een keer of ik daar een aansluiting op aanvraag. Maar op deze manier niet. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.